Ja, klopt. Dat was een lekker potje. Belangrijk punt voor ons. Ja, want het was een. Ja, het is al vroeg in het seizoen, zeg maar. Voelt het een beetje als een 6-punten-duel tegen Excelsior? Ja, een beetje wel. Het was voor ons wel noodzakelijk om 3 punten te pakken eigenlijk. Omdat je anders wel een beetje achter de feiten aan blijft lopen. En nu staan we, dacht ik, 12, dus dan staan we er gewoon prima voor. Ja, lekker sprongetje gemaakt. Winnen en dan zelf ook beslissend kunnen zijn. Hoe lekker is dat? Ja, heel lekker. Ja, zeker weten. Ja, als spits word je natuurlijk wel afgerekend op je doelpunten. Dus ja, het is alleen maar lekker om er dan 2 te maken. Ja, je concurrent Leon de Kogel was geblesseerd. Nou, maakte je vorige week de gelijkmaker in Alkmaar tegen AZ. Deze week 2 goals. De trainer kan nu niet meer om je heen, toch? Ja, die vraag hebben we al een paar keer gesteld. Maar ja, ja, we zullen het zien. Leon is ook gewoon een goede spits. En we zullen gewoon met elkaar moeten concurreren. En dan zien we wel hoe het loopt. Ja, dit is het politieke correcte antwoord wat je van de persvoorlichter Ja, moet zeker. geven van Goat Eagles. Maar als je nou eerlijk kijkt, ik heb Nou, Sam ik heb Hendricks. om. Uh... Als jij dan, ik ben Sam Hendricks, dan zeg ik trainer, laatste 2 wedstrijden, 3 doelpunten, 4 punten met mij. ja. Ja, dat zijn wel de feiten, ja. Dus we zullen het zien. Ja, hoe is het voor jou nu om bij de Goat Eagles te spelen? Ja, wel goed. Nee, ja, het is gewoon echt een hele mooie club. Echt, we hebben ook gewoon een goede groep, een leuk hecht team, goede staf. En het publiek is natuurlijk fantastisch. Het is echt, ja, echt een hele mooie club om voor te spelen. Ja, Zeker. en dan ik denk, ik kijk even naar Jean-Paul, jij bent vaak daar geweest. Het is wel ook iets wat je op zaterdagavond moet spelen, toch? Ja, nou, het is wel echt een heerlijke avondje Eagles, ja. En dan zeker als ze dan gisteren leuk voetballen en het scoreverloop zit mee. Ja, dat is fantastisch. Hoe is dat voor jou, Bas? Ja, wat ze ook voornamelijk hebben, ze hebben een fysiek heel sterke ploeg. Ja. Ze hebben echt veel grote jongens, veel stevige gasten in het veld staan. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met andere teams, heb je soms echt het idee van ja, dat ook hele lichtvoetige. Natuurlijk, het is allemaal misschien wel behendig, maar je hebt denk ik ook nodig, vooral waar zij voor gaan spelen, heb je denk ik Ja. die kracht ook nodig. Dus ik denk wat dat betreft dat ze best wel een goed team hebben daarvoor. Ja. Is het voor jou dan misschien nu wel vervelend dat er nu een interlandperiode voor jou tussen zit? Dat je niet gewoon lekker door kan knallen met Go Eagles? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik had liever gewoon volgende week weer een wedstrijd gehad. Dat was wel beter geweest, ja. Ja, jullie spelen over 2 weken voor mij tegen Utrecht en dan tegen FC Twente. Nou, wedstrijden tegen ploegen die iets hoger staan aangeschreven. Wat is nou volgens jou het recept voor Go Eagles om ook in die wedstrijden punten te pakken? Ja, precies eigenlijk zoals we gisteren ook gedaan hebben. Om dan gewoon als een team volle bak te gaan. Dan zie je dat je gewoon ja, eigenlijk tegen iedereen gewoon punten kan pakken. Zoals we ook tegen AZ hebben laten zien. En we moeten ook gewoon niet bang zijn om gewoon. Ja, maar ook gewoon aanvallend te voetballen, zeg maar. Dus op die manier kunnen we ook gewoon tegen zulke ploeg gewoon punten pakken. Ja, gewoon vanuit eigen kracht uitgaan. Tot slot, het was deze week een beetje weer de week van gemiste penalties en zo. Sam Hendricks, je collega voetballer zit er nu te kijken. 1 tip waarom een penalty bij jou er altijd in gaat. Ja, je moet gewoon overtuigend zijn. Gewoon, ja, iedereen voelt het eigenlijk wel. Maar je moet gewoon. Ik heb meestal wat in mijn hoofd en dan probeer je gewoon zo overtuigend mogelijk uit te voeren. En dan. Ja, hij zal ooit nog wel een keertje misgaan, maar tot nu toe gaat het goed, gelukkig. Train je er ook op, zo? Ja. Nou, nah, of kan het nauwelijks niet? eigenlijk. Nee, niet echt, nee. Ik doe het eigenlijk gewoon op gevoel. Dus Ja, het is niet dat ik echt bewust op penalties ga trainen. Ik denk ook dat je met penalty ook gewoon niet te veel moet nadenken. En ja, gewoon doen eigenlijk wat in je opkomt en waar je je lekker bij voelt. En dat gewoon overtuigend doen en Ik vond het ook dan gaat hij opvallend. er vaak in. Ik vond het ook opvallend dat je ze eigenlijk allebei heel anders nam. Eentje Ja. echt vol op kracht en de andere toch wat meer bekeken. Is dat dan echt zo van, oh, ik voel me op dit moment hier het beste bij? Ja, eigenlijk wel. Bij die eerste had ik al wel in mijn hoofd wat ik wilde doen. En ik dacht, hij moet gewoon hard en laag en dan zit hij. Dus die zat ook. En bij de tweede zag ik eigenlijk in de aanloop zag ik de keeper al gaan. Dus toen. Ja, toen was het wel voor mij wel makkelijk om gewoon een andere hoek te kiezen, zeg maar. Ja, er zijn altijd lijstjes bij clubs. Stond je eigenlijk bovenaan om hem te nemen? Nou, we hadden eigenlijk voor gisteren hadden we geen lijst. Oh. Normaal Leon die nam ze of Kevin Brands, die zit op de bank. Ja. En Sander Duits had hem vorig jaar wel eens genomen en geraakt. Maar ja, als spits wil je natuurlijk altijd scoren. En een penalty is Opeisen. natuurlijk altijd lekker om gewoon te scoren. Dus ik eiste mij gewoon op en ze gingen er beide in. Dus Zo hoort prima. dat, hè? Als een spits in vorm is, bal opeisen en binnenrammen. Ja, zeker. Nou, ga er lekker van genieten van het Ja, weekend komt en de goed. goals. Dank voor je tijd en we spreken je snel, Sam. Ja, komt goed. Fijne avond. Yo.